sta ik lekker op de dijk met mijn auto. Maar zoals je kan zien, hij is vies. Ja, meester Tichelaarstraat. Dan hebben we hier dus een keuzemenu. 22,95 per persoon. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog vanuit de auto. En wij zijn nog altijd Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 12 november 2022. En het is nu bijna 2:30 in de middag. Ja, in de middag. Helemaal goud. Dus, ik moet nog de auto wassen. Ik moet nog andere dingetjes even doen. Ik moet nog even naar mama. Mama die wil nog even ergens anders naartoe. Dus, ik neem jullie gewoon gezellig weer vandaag mee. En ik sta nu lekker op de dijk. Maar het is heilig. Maar dat maakt niet uit. Wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk, dan sta ik lekker op de dijk met mijn auto. Maar zoals je kan zien, hij is vies. En weet je waar ik het aan kan zien? Omdat ik dus, nou, heel mooi, mijn auto kan schrijven. Let op, hè. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik kan gewoon vies schrijven. Nou, dan is mijn auto wel vies, hè? Ja. Dus dat moet eventjes door een wasdraad. Want je ziet het ook dat het gewoon heel vettig is. En dat zie je vooral van binnen. Ik zal even binnen gaan zitten in de auto, maar hij is vet. Hij is echt vies, vies, vies. Kijk, let op. Moest kijken hoeveel strepen hier. Streep, streep, streep. Nou, ik kan geen donder meer zien en door mijn raam heen. Wat, kijk. Je ziet het hier gewoon. Kijk, hoe vies hij is. Bah. Dat is iets waar ik heel slecht tegen kan. Tegen zo'n vieze auto. Kijk, nou, en nou zie je het helemaal goed. Al die strepen hier. Daar kan ik heel slecht tegen. Nou, dat heb ik dus ook gewoon aan die kant. Ook al zie je het nou niet, maar mijn auto is gewoon vies, jongens. Bah! Dus dat ga ik zo meteen even schoonmaken. Ja. Waar speel je dan? Waar is je balletje? Waar is je balletje? Waar is je balletje? Balletje pakken dan. Balletje pakken. Waar is het balletje dan? Waar is je balletje? Pak je balletje hoor. Ga je balletje pakken. Ga je balletje pakken. Pak een balletje hoor. Daar is je balletje. Wie heeft het balletje nu? Wie heeft het balletje nu? Wie heeft het balletje nu dan? Ja? Ja. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. Maar hier hebben we dus dat blauwe dingetje hier. En bij die boom daar. Daar staat mama. Ze gaat nou weer lopen. Zie je? Daar loopt ze. Dus nog eventjes wachten. Hè? En dan loopt ze hier zo meteen. Mama moet er zo meteen vanaf daar. Bij dat bultje. Van achteraan komen. Van achteraan, ja hoor. Daarachter vandaan komen. Zo, goedemorgen. Goed Nederlands bedoel ik, hè? Not. Nope. Dus we gaan even wachten tot mama daarachter vandaan komt. Met de honden. Dan ben ik eigenlijk benieuwd of de honden mij ook zo meteen in de gaten hebben. Want mama die loopt hier altijd eens langs. Hier langs, hier langs, hier langs, hier langs, hier langs, hier langs. En ik sta precies hier in de kijk, zeg maar.
Jullie zijn ook heel erg ingezoomd op dit moment. Heel erg. Kijk, dat is er dus nog niet. Maar zo, waar deze twee mensen vandaan komen, zo moet mama er ook daarachter vandaan komen zometeen. Dat is leuk. Dan ben ik eigenlijk benieuwd of mama mij dus ook in de gaten heeft, ja of nee, zometeen. Ik denk het haast wel, maar ik weet het niet zeker. Want vanaf deze kant mag er niet in, maar vanaf die kant is weer wel. Kijk, en daar komt mama dus al aan met de hondjes. En dan krijgen ze nou al koekje. Koekie. Ja, yeah. Koekie monster. Ja, yeah, koekie monster. Dit is grappig. Mama en mama bespioneren, dat is leuk. Dat is grappig. Dat is leuk. We zijn er weer, bij de wasstraat. Want hij moet echt gewoon door de wasstraat, wat er al eerder zijn. Nou, mama die zit lekker in de auto, die vindt het leuk. Die gaat mij natuurlijk filmen, hi! Dus nee, even kijken, zoals je hier kan zien, ik weet niet of je het ziet. Allemaal vieze plekken. Nou, dan gaan we even schoonmaken. Dus, ik ga even aan de gang. Hij is weer shiny. Eens kijken. Wow, hij is weer shiny. Kijk, want net, zal ik het laten zien, zag je hier allemaal vetvlekken. En nu is hij weer mooi schoon. Jee. En dan ga ik met mama weer de hort op. Yes. Oké, nou, we staan ergens. Ja, en ik laat het jullie even zien. We zijn dus nu in Julianendorp. Ja. Meester Tichelaarstraat. We kwamen erachter dat hier dus iets heel leuks staat. Nou. Ik laat jullie dit ook even gewoon even zien. Doe dit vooral thuis niet naar wat ik nou doe. Kokerij, het brammetje eten en drinken. Ja, hebben we hier. De meester Daarnhouwer. Meester Daarnhouwerstraat. Ja, hele mooie. Ga ik naar achter rijden. Jee. Top. Hebben we hier dus ook nog een kruimeltje. Hoe toevallig. Zo en zo heet mijn oude hond ook. Kruimeltje. Hoe toevallig. Kijk dan. En dat hier gewoon van... Oh, moest je kijken wat een mooi uitzicht, jongens. Gaaf, hé. Ja, oh, dit is zo mooi. Even hier dus kruimeltje. Wat geweldig. Ik wist dit niet eens. Maar dan hebben we hier ook nog wat anders moois. Kijk eens hoe mooi. Wauwie. Ja, die hebben we hier ook dus. Even mijn raam even open, zien we even iets meer. Het is grappig dit. Meester Tichelaar. Ja, Meester Tichelaarstraat. Dan hebben we hier dus een keuzemenu. 22,95 per persoon. Ja, ik zal even inzoomen zodat jullie even iets meer... Ik zal eventjes een stukje doorrijden, want anders hebben we hier die rare lantaarnpaal in beeld. Moeten we ook niet hebben. Hij is open. Maar ik zal even inzoomen. Even op de menukaart. En de... kijk eens aan. Deze wisten we nog niet. Mama niet, ik nog niet. We hebben een soep. Plus een voorgerecht. Plus een hoofdgerecht. Plus hoofdgerecht. Het zal wel. Een soep, ja oké. Okay. Keuze uit één soep, één voorgerecht. Plus twee hoofdgerechten. Ja ja. Het is maar even dat je het duidelijk hebt. Maar ik vind deze gewoon, ik vind hem zo mooi. Moest kijken hoe mooi, gewoon de, ja, dit is, en dit is gewoon toch echt gewoon Chinees, hè, dit. Maar dan hebben we ook nog, mag ik niet leren, de laatste, maar alsnog vind ik deze het mooiste. Ja. We hebben hier ook dus nog een pizzeria, jongens. Een pizzeria. Ik doe dit dus thuis nog niet, nou, wat ik dus nou doe. Kijk, maar dan hebben we hier dus ook dus een pizzeria Italia. Ja, een pizzeria Italia. Die zit er dus gewoon naast. Ja, is leuk. Ja, dus hebben we eerst dus de pizzeria Italia, dan die. Dan hebben we kruimeltje en dan hebben we die daarop. Ja, is handig. Ja. Kom er maar eens even wijs uit. Bij deze.
Ja, toen zat ik alweer alleen in de auto. Ja, en ik ben alweer op plaats van bestemming. Dus ik ga deze vlog weer gezellig met jullie afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Het is wel een korte vlog, maar dat maakt niet uit. Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!